wonen in de gewoonste plaats van Nederland. Leuk. Oh, dat is wel leuk. Ja, dat is vet. Verbaast me niet echt. Vind het wel een normaal dorpje. Ik vind het wel, wel kloppen. Er is wel altijd iets gezelligs, maar of dat het nou echt iets spectaculairs is, nee. Maar het is wel altijd heel leuk. Er is hier niet echt iets raars of zo, dus ik vind het niet echt apart. De schrijvers van de quest hebben gekeken naar de normaalheid van een plaats aan de hand van allerlei criteria. Bijvoorbeeld de naam. Hier op het bord geen naam waarvan je denkt, huh? Geen seksbierum, geen poepershoek, geen boerengat. Ja, die namen bestaan echt. Nee, gewoon Dongen. Nou, een riviertje hier in de buurt. Geen gedoe. Ja, en over namen gesproken, ook de inwoners hier hebben best normale namen. Ik heet Sanne. Rick. Nienke. Daan. Niet hele aparte namen. Nee, het valt wel mee. Volgens de onderzoekers heeft meer dan 20% van alle inwoners van Dongen zelfs een naam die voorkomt in de top 10 meest voorkomende namen van Nederland. En ook de straatnamen, je raadt het al, best normaal. Wat dacht je van de Kerkstraat, de Wilhelminastraat of de Schoolstraat? Ja, allemaal veel voorkomende straatnamen met in die straten dan ook winkels die je eigenlijk overal ziet. En zo gaan de schrijvers nog wel even door. Ook het aantal inwoners van Dongen is gemiddeld. Het inkomen van de mensen die er wonen. En ook gebeuren hier niet heel vaak gekke dingen. Maar dat is volgens de kinderen die er wonen juist fijn. Ik vind dat normaal eigenlijk best wel oké is. Want ja, je kan hier allerlei leuke dingen doen. Dus dan vind ik het wel gewoon oké. Gewoon heel leuk, ja. Want altijd wel wat te doen in Dongen. Maar die titel, tja. Ja, het is wel een beetje raar. Je hebt er niet echt veel aan, naar mijn idee. Maar wat je er ook van vindt, volgens mij kan je in ieder geval stellen, als je zo gewoon bent, ben je toch eigenlijk ook heel bijzonder. We zijn zo lekker.